Dat is de vroegere keuken van Simon en Omer. En nu zijn we in de nieuwe keuken. Simon, wat zijn zo de leuke punten van de keuken? Van de nieuwe keuken? Alsjeblieft. Dank u. Alles is nieuw en ja. Het is veel plezanter. En dan ook de dampkap is ideaal. Goed ruim, groot. En voor u, Omer? Het functionele ervan. Als je ziet dat men een hoekkast gebouwd heeft die echt functioneel is voor het zetten van potten en pannen. Simone, het fornuis was heel belangrijk voor u. Hè? Daar heb je, daar is een beetje verliefd op geworden. Ja, daar waren we direct verliefd op, ja. Alle twee. Nu heb je 5 kookplaten, dat je vroeger maar 4 kookplaten had. Dus het is breder. Ja. Je hebt meer plaats voor je potten te zetten. Ja, dus ja. Ideaal. Ik zie dat je als werkblad gekozen hebt voor graniet. Ja. Waarom precies? We hebben aan de plaatser, aan Bert, hebben gevraagd. En die zei, ja, voor mij is er maar één ding. En dat is graniet. Is dat makkelijk in onderhoud, Simon? Ja, dat is makkelijk in onderhoud. Dus één ding, Omer, wat uw leven ook een beetje heeft veranderd. Ja, met die nieuwe keuken. Ja. Natuurlijk, we hebben nu gekozen gehad voor een vaatwasser. Ja, toch die stap gezet in de moderne tijd. Ja, en we zijn zeer tevreden daarvan. Oké. Okay. Ja. Neem het gerust een stuk. Ja, we nemen er ook één, hè, Simon? Ja. Ja. Welke taart is het? Linzentorte. Ja. Laat ons eens proeven van de taart. Ja, ja, smakelijk. Smakelijk. Op de nieuwe keuken. Op de nieuwe keuken. Simon en Omer kozen voor een granieten werkblad, duurzaam en mooi. Met dit hoekkastsysteem winnen ze op bergruimte. Met een tafel die aansluit op het werkblad hebben ze een gezellige zitplaats bij. Simon werd verliefd op het Falconfornuis onder een brede dampkap en Omer kreeg zijn eerste vaatwasser. Wij maken uw keuken.